Karel, potverdorie, jongen. Hier uitzending maken, dat vind ik niet dat zo erg. Nee, dat stelt niks voor in peanuts. Datgene wat ons zo meteen te wachten staat. Oeh. We hebben de Rode Duivels uit de selectie van Mexico 86, of vijf van die mannen, uitgenodigd voor een kikkertoernooi. Wat is jullie tactiek? Tactiek? We hebben geen tactiek. Niet twijfelen. Ogen dicht. Shotten op de goal. Ja! De stress die zal natuurlijk ook wel een rol gaan spelen. Wij hopen uiteraard te winnen. Hè, want als je sportman bent, dan speelt je voor te winnen. En dat is nu ook de bedoeling. De start gaat nu in, mannen. En in het blauw. Jean-Marie niet heffen op de tafel, jongen. Dat mag niet. Oeh, het was er dichtbij. Aanval van de Rode Duivels. Goal! Maar die zijn ook en dan weet ik dat ik gewoon de goal krijg. En natuurlijk nog die raak in de bal mee. Elke blijven staan. Doe een benen toe, Elke! 20-7, we zijn zo hard afgedroogd. Leo van der Elst, jij was ook bijzonder actief in de spits. Hè? Goed bezig, want ik stond van achter. Dus dat zal waarschijnlijk een van de redenen zijn waarom dat we gewonnen hebben. Erwin van den Berg, hoe lang speel jij al tafelvoetbal? Eerlijk? Vroeger heb ik dat heel veel. De geheime kracht en het geheime wapen van de Rode Duivels. Dankjewel mannen dat jullie erbij waren tijdens de 80's Top 800 hier in Lier. En tot volgende keer. De 80's Top 800.